Acteur Kees Prins gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Bufara-serie Buza. Andere hoofdrollen zijn er voor Acoop Derweg, Sanne Samina Harmsen, Werner Kof en Sietske van der Ster. Dat heeft de Omroep zondag bekendgemaakt. Tekst gaat verder onder advertentie. Buza vertelt over een minister van Buitenlandse Zaken, Prins, die wordt benoemd als zijn voorganger onverwachts overlijdt. Maar wanneer er allerlei politieke lijken uit de kast vallen en de ene crisis na de andere zich aandient, heeft hij grote moeite het vertrouwen van zijn staf te winnen. Buza is de nieuwe serie van Frank Ketelaar, de man achter grote hitseries als Overspel en Klem. Kees Prins was eerder te zien in Overspel, Acoop Derweg speelde eerder een hoofdrol in Klem. De opnames van Buza gaan 8 februari van start. De serie moet later dit jaar op een poin te zien zijn. Buza Let's Blok ADS.